Dag dames en heren, welkom bij deze nieuwe 30-daagse weersverwachting van Weerplaza. Het is de afgelopen tijd behoorlijk nat geweest op veel plaatsen. Met name in het midden en zuiden van Nederland is er behoorlijk wat regen gevallen. Op sommige plaatsen staat deze maand al boven een neerslagsom van 100 mm maar liefst. En dat is al dubbel zoveel regionaal dan dat we normaal in de mei maand horen te krijgen. Nou, die neerslag valt voornamelijk uit zware buien en dat water wordt op dit moment nog steeds op grote schaal afgevoerd. Heeft op sommige plaatsen ook tot wateroverlast geleid. En ook de komende tijd blijft het behoorlijk wisselvallig met van tijd tot tijd dus stevige buien waarbij ook soms onweer kan voorkomen. Nou, het hoort natuurlijk ook wel een beetje bij deze tijd van het jaar. Maar zo wisselvallig, ja, dat hebben we de laatste jaren in de maand mei toch niet echt gehad. Vorig jaar was het zelfs record droog in deze tijd van het jaar. Nou, daar is voorlopig geen sprake van, want we hebben te maken met een lager drukgebied dat eigenlijk de hele volgende week blijft rondtollen in onze omgeving. Vooral dit lage drukgebiedje dinsdag kan behoorlijk wat regen opleveren weer in onze omgeving. Maar ook daarna zien we veel neerslaggebieden, veel gebieden met buien rondtollen in West-Europa, Centraal-Europa, maar ook delen van Zuid-Europa. Terwijl een hoge drukgebied heel standvastig boven Scandinavië blijft liggen. En ja, we zeggen wel vaker in deze tijd van het jaar, had je dit bijvoorbeeld in de winter gehad, dan had je een week lang een oostelijke stroming gehad met misschien wel hele koude lucht. Nou, nu werkt het juist omgekeerd. De lucht is vrij warm voor de tijd van het jaar, met temperaturen vaak rond of boven de 20 graden, maar dus wel behoorlijk onstabiel met dagelijks de vorming van buien. Gaan we even naar de luchtdrukafwijking kijken voor de volgende week. Dan zien we dat lage drukgebied liggen boven het westen en centrale deel van Europa. Dat zijn de blauwe kleuren. Ook ligt er een gordel van lage druk zo'n beetje op de oceaan. Van IJsland naar het zuiden tot zuidwesten toe. Daartussenin bevindt zich een hoge drukgebied. En vooral de hoge drukcel boven Scandinavië is prominent aanwezig en blijft daar voorlopig ook wel liggen. De wind komt dus veelal uit een oost- tot noordoostelijke richting, waardoor het vrij warm is voor de tijd van het jaar, maar ook dus onstabiel met dat lage drukgebied dicht bij ons in de buurt. En dat levert dus ook behoorlijk wat neerslag op. Niet alleen bij ons, maar in grote delen van West- en Centraal-Europa. Vooral wat verder op het continent is het volgende week behoorlijk nat op veel plaatsen met van tijd tot tijd zware buien. En her en der, ja, zou dat zomaar eens meer dan 60 mm... extra ten opzichte van het langjarig gemiddelde kunnen opleveren. Nou, uiteraard kunnen dat soort hoeveelheden tot wateroverlast leiden en met name langs de noordkant van de Alpen her en der misschien ook wel tot overstromingen. Wat droger dan gemiddeld is het zuidwest van ons. Bijvoorbeeld in het westen van Frankrijk en helemaal onder op de kaart in Spanje. Daar dus die gordel van wat meer hoge druk en daar zal het dus volgende week overwegend droog zijn met wat meer ruimte voor de zon. Nou, wij lijken dus ongeveer op de grens uit te komen tussen dat drogere weer en dat nattere weer. Maar waarschijnlijk zullen de buien toch vrij veel gaan overheersen en vallen wij, zeker in het oosten van het land, aan de natte kant. Dat zien we ook op de pluim. De komende dagen is het behoorlijk wisselvallig met dus van tijd tot tijd zware buien. Alleen maandag springt eruit. Dat wordt een wat drogere dag, met name in het midden en noorden van het land. Met daar ook vrij veel ruimte voor de zon. Dan zien we de dagen daarna de buienkans weer toenemen. En ook op de lange termijn wordt het zeker niet helemaal droog. Maar geleidelijk aan lijkt de buienkans richting het volgend weekend toch wel wat af te nemen. Al zullen met name in het zuiden en zuidoosten van het land, het dichtst bij dat lage drukgebied dus, wel van tijd tot tijd buien blijven vallen. En qua temperatuur verandert er de komende tijd ook niet zoveel. De temperatuur ligt gemiddeld genomen iets boven het langjarig gemiddelde voor half en eind mei. Normaal gesproken is het een graad of 18 à 19. Nou, de komende week zitten we toch wel veelal op een graad of 20 of iets daarboven. Een klein dipje zien we rondom volgende week woensdag, donderdag. Maar ook op de lange termijn ligt de temperatuur toch veelal iets boven de 20 graden. En dat betekent, als het een keer wat zonniger is, dat het in het binnenland ook best eens een keer 24 of 25 graden kan worden. Dan krijgen we de overgang naar de maand juni. En per 1 juni begint de meteorologische zomer al voor ons als meteorologen, voor ons als weermensen. De astronomische zomer laat nog even op zich wachten. Die begint op 21 juni. Maar op 1 juni begint de meteorologische zomer dus al. En die begint waarschijnlijk wisselvallig.
Net zo wisselvallig als dat mei is verlopen. We zien namelijk nog steeds signalen voor lage druk in onze omgeving eind mei en begin juni. Dat lage drukgebied tolt waarschijnlijk nog steeds een beetje rond boven onze omgeving en zorgt dus voor buien. Intussen zien we dat hoge drukgebied boven Scandinavië zich langzaam naar het oosten gaat verplaatsen, daar geleidelijk verdwijnt. En dat betekent dat zich een wat bredere gordel van lage druk over het hele noorden en westen van Europa kan vormen. Met dus op meer plaatsen van tijd tot tijd buien. En dat kunnen best stevige buien zijn. Zeker ook aangezien de temperatuur redelijk boven het langjarig gemiddelde ligt. Nou, de neerslagafwijking, ja, de signalen worden wat vager. Dat komt omdat je wat verder in de termijn kijkt. De onzekerheid wordt wat groter. Maar het is duidelijk dat de berekeningen die voor een nat scenario gaan, ook in de eerste week van juni, duidelijk de overhand hebben. Met veel groene kleuren in onze omgeving. En zoals gezegd, de temperaturen zijn vrij hoog voor de tijd van het jaar. Met gemiddeld 1 of 2 graden boven normaal. Begin juni is het normaal gesproken een graad of 20. Nou, dat betekent dus dat op vrij veel dagen de grens van 20 graden toch wel zullen overschrijden. Dan kijken we ook nog even wat verder, richting half juni. En dan zien we wel wat veranderen. De signalen voor lage druk verplaatsen zich wat meer naar het noorden van Europa. Terwijl boven het centrale en zuidelijke deel van Europa juist een signaal van hoge druk verschijnt. Dat zou betekenen dat die oostelijke wind ten einde komt en de wind wat meer uit het westen tot zuidwesten gaat waaien. Dat levert nog steeds de aanvoer van relatief warme lucht op, zeker wanneer er een zuidwestelijke stroming zou opsteken. En dan is het even de vraag hoe dichtbij die lage druk bij ons land komt te liggen, of het wisselvallig blijft of niet. Maar met dit scenario neemt de kans op iets stabieler weer wel geleidelijk toe, met dus wat vaker een zuidwestelijke stroming, waarmee het aanhoudend vrij warm blijft voor de tijd van het jaar, maar toch ook wel zeker wat dichter bij dat lage drukgebied wisselvallig. Wat verder richting het centrale en zuidelijke deel van Europa wordt het in de loop van juni wat stabieler, wat droger, meer ruimte voor de zon. En daar kan de temperatuur dan ook wel eens echt serieus voor het eerst eigenlijk deze lente, deze zomer gaan oplopen. Misschien wel een keer naar 30 graden. In bijvoorbeeld delen van Frankrijk. Nou, wij liggen dus een beetje op de grens van die luchtsoorten. Met nog steeds buien, maar dat zullen er waarschijnlijk wel wat minder zijn. En qua temperatuurafwijking, zeker in onze omgeving, ja, het kleurt grotendeels wit. Maar dat betekent niet dat de temperatuur gemiddeld is voor de tijd van het jaar. De verschillen zullen waarschijnlijk van dag tot dag best wel groot zijn. En in zo'n week kan er best een periode van 2 of 3 dagen bij zitten waarin het iets te koud voor de tijd van het jaar is, maar ook een periode van enkele dagen waarin het juist flink te warm is, waardoor het gemiddelde rond normaal uitkomt. Maar dit betekent niet dat er geen heel warme dagen tussen kunnen zitten. Die kans neemt namelijk in de loop van juni wel geleidelijk toe. Voor nu wens ik u een mooi lang Pinksterweekend.